Graag stel ik u het boek voor, Boodschappen van Maitreya de Christus. In deze mededelingen, die van september 1977 tot mei 1982 via Benjamin Cram werden uitgezonden, schetst Maitreya de sociale veranderingen die voor de wereld noodzakelijk zijn. Hij geeft zijn toehoorders enkele aanwijzingen om hem te helpen herkennen en moedigt hen aan zijn aanwezigheid kenbaar te maken. Hij roept bij hen ook het verlangen op om te delen en om zich met spoed in te zetten voor de redding van de miljoenen mensen die lijden onder armoede en ondervoeding in een wereld van overvloed. Maitreya's boodschappen zijn een bron van hoop. Boodschap nummer 64, 6 maart 1979. Dierbare vrienden, ik ben verheugd weer in jullie midden te zijn. Mijn naar buiten treden vordert. Mijn gezicht is bekend aan een groeiend aantal mensen in het centrum van mijn keuze, en weldra zullen velen van jullie zelf weten dat ik er ben. Mijn boodschap vanavond is deze. Bereid allen die nog niet weten dat ik ben teruggekeerd, voor op mijn aanwezigheid onder hen. Maak in hen de hoop vrij die mijn terugkeer wekt, en bewijs mij en hun een ongekende dienst. Mijn behoefte aan mensen die de belofte en gevaren van deze tijd zien, is groot. Ik vertrouw erop, mijn broeders en zusters, dat jullie op deze manier voor mij zult werken, de wereld van het oorlogsgevaar zult verlossen, de honger van velen zult stillen en aan de wereld welzijn zult terugschenken. Mijn lering, hoe eenvoudig ook, zal jullie tonen dat het noodzaak is om samen te delen, om een reservoir van voorraden aan te leggen waaruit alle mensen kunnen putten. Deze lering zal jullie de manifestatie van de innerlijke goddelijkheid van de mens tonen, en ook hoe hebzucht kan plaatsmaken voor samenwerking en vertrouwen. Deze manifestatie, mijn vrienden, moet voortgaan, want anders zou de toekomst voor de mens er zeer donker uitzien. Een crisis in besluitvorming wacht de mensheid. Mijn liefde creëert een polariteit van gezichtspunten, dat is het zwaard dat ik hanteer. Mijn vrienden, weet goed waar je staat en ontvang mijn licht. Kijk uit waar je je voeten plaatst, op de treden die leiden naar de dag van morgen of naar vergetelheid. Mannen en vrouwen van de wereld, mijn broeders, mijn kinderen, ik bid jullie, neem het opwaartse pad naar het licht van de waarheid die ik breng en wees in staat de goden te openbaren die jullie zijn. Velen weten nu dat dit het enige pad is voor de mens. Maak bekend, mijn vrienden, waar jullie op dit moment voor staan. Mijn zegen vergezelt jullie allen. Mogen het goddelijk licht en de liefde en de kracht van de eeuwige God zich nu manifesteren in jullie hart en denken. Mogen deze manifestatie jullie brengen tot de uitdrukking van je ware aard als stralende goden. Wenst u dit boek te bestellen of wenst u meer te weten over transmissiemeditatie? Bezoek dan onze website transmissionbelgium.be.